Bro, we hebben net de weging gehad. Het was even wennen voor je, denk ik. Want je moest weight cutten opeens. Nou, weight cutten is een groot woord, maar er moest wel een beetje gewicht af, ja. En het is goed gegaan, 94,8. Dus precies zoals we gepland hadden. Dus dat is de eerste stap die we al hebben overwonnen. Ja, was het moeilijk? Ja, wat is moeilijk? Het is even anders, het is even wennen. Dus, maar ik voel me er goed bij, ik voel me sterk. Dus dat gaan we morgen laten zien. Ja, André, jij hebt Royal natuurlijk hard voorbereid. Ja. Hoe zit hij erin? Hij zit er heel goed in en hij heeft er ook zin in. Wat vind je van die lagere gewichtsklasse? Ik was er eerst niet zo voor, maar ik ben nu om. Ja, waarom was je er niet voor? Ik vond hier zwaargewichtenklasse mooi. Ja. ja. Maar is dit beter voor hem wel? Past het beter bij? Ja. Die grote kerels die zijn we nou de weg. En die 120 kilo is toch even te gek voor ons. Ja. Wat merk jij zelf als verschil aan je lijf nu? Ja, gewoon meer snelheid. Ik voel me wat compacter, wat sterker. Gewoon wat, het is wat meer connected. Met die heavyweight ook veel gewicht trainen en zwaar en veel eten. Een beetje loom, een beetje moe ervan worden. En nu voel ik me gewoon scherp en hongerig. En dat is het belangrijkste. Nou, je bent oog in oog gestaan met je tegenstander. Hoe was dat? Want hij deinsde niet terug, had ik het idee. Nee, hij deinsde niet terug. En dat is ook alleen maar goed. En dat hoop ik dat hij dat morgen ook niet doet. Daar staat hij ook bekend om. Dus ik hoop dat het er morgen uitkomt. En het was een pittige stare down, maar ik denk dat het wel goed is. Dus we konden ook nog wel een beetje lachen hoor. Ik kwam er net ook gewoon tegen. We moeten ook wel lachen, maar op zo'n moment voel je toch een beetje de spanning komen. En dan komt toch de adrenaline erbij. Ja. Maar die bewaren we voor morgen. Wat zag jij tijdens die stare down, André? Ja, ik vond hem boos. Hij was boos. En zijn tegenstander moest eigenlijk een beetje lachen. En toen moesten ze alle twee lachen. En dat vind ik altijd wel leuk weer dan. Zijn mensen. Het zijn inderdaad net mensen. Die laatste voorspelling even voor morgen. Hoe ga je die partij in? Lekker. We gaan winnen. Top. Mooi. Altijd goed. Lekker. Amsterdamse stijl, denk ik. Sowieso, hè? Ja, zeker. Op z'n mokums. Met die low kick. Hop. Ja, toch. Wat of plat. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.